Welkom bij weer een nieuwe Gamersnet Gear. Dit is Tom, ik ben Daniel en wij gaan lekker de Gamersnet Gear behandelen van de Razer Black Widow Chroma V2 Gaming Keyboard. Het is de V2. Ja, het is de V2. Het is anders dan V1. Ja, maar ook weer niet zo heel veel, want het blijft natuurlijk wel nog een Black Widow. Ja, dus dat is... maar Tom, vertel, waarom is het een V2? De Black Widow is natuurlijk al het toetsenbord, dat is al... best wel beroemd of bejubeld geworden, omdat mensen vinden de Razer switches gewoon heel fijn. Ja. En het is natuurlijk een van die eerste toetsenborden eigenlijk die en mechanische switches had en overal kleurtjes en lampjes en gewoon goed afgewerkt was. Dus dat hele toetsenbord is vrij beroemd geworden, er zijn heel veel verschillende uitvoeringen van geweest. Een tijdje terug hebben wij ook nog de Black Widow X gehad, die zeg maar met een open body was. Maar dit is dus de V2, omdat ze zoiets hadden van, nou, we helpen hem een klein beetje meer in 2017 door hem lichtelijk aan te passen. Maar wat vooral opvalt is natuurlijk die polsteun, die hebben ze meegenomen. Ja, dat is wel relaxed, denk ik. Of... ja, ik moet zeggen, de polsteun, we hadden natuurlijk ook de Razer Ornata Chroma. Dat was het eerste toetsenbord van Razer waar zo'n los te plaatsen polsteun bij zat. Die vond ik al heel fijn, vooral voor typesessies. Deze is een beetje anders, iets fermer en ook... Hij lokt je hand een beetje in positie. Dus als je je hand erop plaatst, het rubber is een soort van beetje stuggig, waardoor je hand niet snel gaat schuiven erop. Dus als jij jouw pols er een beetje oplegt, dan is het ook echt dan lok je je hand in die positie. En dat is voor gamesessies super relaxed. Maar het is ook wel fijn, het is natuurlijk lekker jelly, dus het is lekker zacht en zo. Ja, dus nee, oprecht. Dat is denk ik wel heel erg relaxed. En hij is natuurlijk ook gewoon magnetisch, dus je kunt ook zeggen ik haal hem los of ik leg hem iets, weet je, een centimeter ertussen, omdat ik een wat langere hand heb, kan natuurlijk ook allemaal. Of ik gooi hem weg omdat ik er niet van hou. En er zit natuurlijk ook een ledje net onder die polsteun. Dus als je alle ledjes wil zien, dan kun je de polsteun niet meer gebruiken. Dat is waar. Oprecht heel fijn. Je hebt sowieso weer keuze uit 3 verschillende switches. Ja, Razer heeft dat wel vaker gedaan. Vorige model was ook nog met af en toe wat cherry switches. Nu zeggen ze nee, alleen die van Razer zelf. Dus dat hebben we in de unboxing ook al laten zien. De gele, lineaire, heel erg stil. De oranje, die heb ik hierin zitten. Die zijn wel tactisch, dat je wel een klikje voelt, maar niet zo goed hoort. En dan heb je natuurlijk nog de groene. En daar is iedereen op internet, dat is een hele doorlof het dingetje. De groene switches zijn super luid, super klikkie, rikketikketik. Sommige mensen vinden dat fantastisch, andere mensen vinden dat helemaal niks. Ik vind het prima, maar ik moet zeggen, ik vind deze oranje ook heel erg fijn, omdat die... Deze zijn een beetje te vergelijken met de bruine cherries. En dat vind ik sowieso echt een van de meest relaxte switches. En deze komen echt een close second. Ik zou zeggen, ze staan gewoon gelijk in mijn waarderingsgraad, zeg maar. Echt super fijn spul. Doet het nog heel veel meer dan de V1 of zeg je van... Nee. Ja, in heel veel dingen is het... Het design is een heel klein beetje aangepast. Net wat strakker zou je kunnen zeggen. Ik had ook het idee dat het plastic iets hoogwaardiger is. Je hebt natuurlijk verschillende soorten plastic. Het voelt hier wel heel erg premium aan. Wat wel opvalt is, ze hebben ook weer ervoor gekozen om het doorsnoeren te doen. Dus je kunt één USB-tje doorsnoeren. USB 2.0, jammer eigenlijk. Maar goed, nog steeds prima. En je microfoon kun je doorvoeren. Dus dat is wel netjes gedaan. Wat ze niet meer hebben is het kabelmanagement. De kabel zit ook vast. Wel een mooie gewoven kabel. Maar die zit gewoon vast aan dat ding. Die kun je dus niet zeggen van links of rechts. Want bijvoorbeeld, dat kan de Ornata wel. Dat kan de Black Widow X kan dat wel. Deze dan dus weer niet. Vind ik wel een beetje opvallend, maar... Ja, je kunt er niet omheen. Zijn keuzes, misschien. Sorry jongens, het ding is €200. Wel topprijs. Is die duurder dan de V1? De V1 begon vroeger wel boven de €200, geloof ik. Inmiddels is dat natuurlijk wel weer gedaald. Maar deze speelt Razer weer in op €200. Maar dat is niet overdreven hoog, want bijvoorbeeld Corsair, de K95 RGB, dat is ook het paradepaardje, is ook €200. Een tijdje terug hebben wij van Asus de ROG Claymore behandeld, die was €230. Dus dit is niet uitbundig veel. En als ik heel eerlijk moet zijn, is dit denk ik het meest complete en fijnste toetsenbord wat ik tot dusver ooit heb behandeld. Oké, dat is wel heel relaxed. Ik weet dat nou iedereen zegt van dat zegt Tom alleen maar omdat hij een Razer fanboy is. Dat valt reuze mee, want dat nog duurdere ding van Razer of van Asus vond ik moi. Gewoon die polsteun is heel erg fijn en verder krijg je gewoon alles wat de Black Widow 1 ook goed deed. En daarin excelleert het wel gewoon. Die switches zijn prima, je hebt nog de keuze uit 3, dat doen ze natuurlijk ook wel weer lekker. Ja. De kleuren zijn enorm fel en leuk dat je weer alles in kan stellen. Er zijn weer meer mogelijkheden om dat hele toetsenbord te tweaken met alle kleuren die je wil. Ja, want inderdaad, hoe staat het met de software? Software is wederom Razer Synapse. Wat je nu ziet is, ik zei het ook bij de Ornata Chroma, toen hadden ze een nieuw profieletje, dat je zo'n open haard thema in kon stellen. Dat hebben ze dus ook meegenomen softwarematig naar dit soort toetsenborden. Dus eigenlijk heb je
qua software, alles wat je wil hebben zit hier wel in als je aankomt op kleurtjes. En daarvoor koop je de ding natuurlijk wel. Ja. Dat is, als je niks hebt met kleurtjes, dan kan je een veel lager segment kijken. Dit is juist natuurlijk tof als je zo'n lichtshow, zo'n LSD-lichtshow op je bureau wil hebben. Dan is dit wel the way to go. En dan krijg je er ook nog een polsteun bij. Hoppatee. Laatste puntje. Ja, voor wie is het? Is het, hebben mensen zoiets van, nou, als je de V1 hebt, is de V2 het dan waard? Nee, zo'n upgrade is het niet. Nee, ik zou inderdaad zeggen, als je de V1 al hebt, dan en hij werkt nog, blijf er lekker bij. Dit is vooral als jij nog niet een premium-end toetsenbord hebt, maar je wil er wel naar kijken. Ja, dan kun je natuurlijk beter voor de V2 gaan dan de V1, want qua prijskwaliteit, die polsteun is gewoon erg lekker. En gewoon in de afwerking is die gewoon fantastisch. Dus dat is weinig wat ik erop aan kan merken. Maar goed, ja, behalve dan de prijs. Het is natuurlijk wel €200. Dus als je vraagt voor wie is dit, is wel voor iemand die echt high-end wil gaan en meteen zeg maar goed wil zitten voor de komende 5 jaar. Dan is dit wel een investering waar je naar moet kijken. Als je niks hebt met lichtjes of niks hebt met de polsteun, ga lekker iets goedkoper scoren dan. Ja, nou oké, duidelijk. Alsjeblieft. Ja. Dus wat ik erover te zeggen heb. En als je meer wil weten, check ook de geschreven review. Ja, want die komt er ook nog aan van de Razer Black Widow. Chroma V2. Ik zeg altijd V2 Chroma, maar het is Chroma V2. Let op de volgorde, jongens. Maar ja, en andere toetsenborden ook en andere dingen van Gamersnet. Ja. Weet je wat, kondig jij me lekker af? Ja, volgens mij heb je alles al gezegd. Oké. Okay. Of zo. Of check hem op YouTube, reageer, like hem en deel hem. En check onze social media en dergelijke. Want we hebben heel veel vette content. Ja. Net als Gamers at Gear. En check ook mij op social media. En mij. Mij eerst. Ja, aandachtshoeren. Ja, echt, hè? ik gooi ook wel eens fotootjes van dit soort stuff online. Dus dat kun je langskomen. Oh, zo, ja. Ja, je zag mijn Twitter en mijn Instagram handle in de Instagram. Dat is alweer lang geleden. Anyway, klik door. Doei. Cheers. Tot de volgende keer. Bij de volgende keer.